Yo mensen en welkom terug bij een nieuwe FIFA 17 video. We spelen weer de demo. Ja, omdat het origineel spel is natuurlijk nog niet uit. En hopelijk wordt het een goede pot, zal ik maar zeggen. En kunnen we winnen. Ja, oké, dat is nu niet belangrijk. Het belangrijkste is dat we een beetje kennis leren maken met het spel. Besturing een beetje onder de knie krijgen, zodat als het spel uitkomt, dat we het gewoon kapot kunnen spelen. En dat we kunnen, ja echt, FIFA 17, het is in orde. Dus dat is wel leuk. Het gaat tof worden. FIFA 17 komt denk ik 23 september uit. Ik moet nog altijd pre-orderen, dus ik moet daar een keer werk van maken een van de volgende dagen. En ja, laten we eens kijken. Laten we nog eens een wedstrijd spelen. En hopelijk kunnen we een paar mooie doelpunten maken. Beetje nerveus. He's coming forward with some danger. Ja, daar is Bale. Bale is erdoor. Bale kan afwerken. Bale, dat mag hij niet laten liggen. Courtois is bij de pinken. Maar kom aan, Bale. Wat laten daar liggen, jong. Karim Benzema. Ja, James Rodriguez is erdoor. James, kan hij uithalen, schieten. James Rodriguez, Ronaldo. Ja, daar is de 1-0. Cristiano Ronaldo heeft kunnen scoren. De keeper kon de bal niet helemaal wegwerken. Eerst Rodriguez met het schot. Courtois kon hem niet wegwerken. En Ronaldo was goed gevolgd. En hij kan gewoon de 1-0 simpel binnentikken. Kijk nog eens naar het doelpunt. Voilà, simpel binnengetikt door Ronaldo. En zo staan we 1-0 voor zich. Joepie, joepie. Kijk die truitjes van Real. Nu zijn ze, ik vind het deze jaar echt mooi. Kijk, echt, het is in orde. Ja, oké. Ronaldo heeft zijn doelpuntje al kunnen maken. Net voor de rust. Dat is altijd goed voor het moreel, zei ze dus. Oké. Cristiano, hoe dat hij aan het shinen is. Oké, kom aan. Laten we aan de tweede helft gaan beginnen. Terwijl we hier nog een keer naar de aftrap kijken. En Bale heeft ook de kans gekregen, dus we moesten eigenlijk al... Kijk, we hebben 6 doelpogingen zijn. Chelsea 0 doelpogingen, dus allee, ja, ik weet niet. We zijn goed bezig, zou ik zo zeggen. Ronaldo met de actie. Ronaldo schieten, boom, Ronaldo. Oh, voilà ze, jopla, daar is het 2-0 al. En wie heeft er gescoord? Ronaldo heeft gescoord. Voilà, zo simpel gaat dat. We zijn nog maar net bezig in de tweede helft. En Ronaldo heeft de 2-0 al tegen de netten geprikt. Jopla, zo gaat het vlot. Laten we nog eens kijken naar die herhaling. De bal was weer niet helemaal weg. Rodriguez legt mooi af. En Ronaldo gewoon boom binnen. En voilà, Real staat voor. 2-0. Courtois heeft geen verhaal tegen dit verschroeiend schot. Oké, kom aan. En Ronaldo met zijn celebration. Oh, wat doet hij? Normaal gezien gaat hij nooit op de grond liggen. Oké, kom aan. 2-0. Ronaldo al 2 keer gescoord. Wordt het een wedstrijdje van Ronaldo? Gaat hij nog de hat-trick kunnen maken? Ja, oké, lange bal. Kan er iemand bij? Nee. En zo is het einde van de wedstrijd, mensen. We hebben 2-0 gewonnen. Maar geen nood, ik ga nog een wedstrijd spelen, dus tot zo dadelijk. Yo mensen en welkom terug op mijn kanaal. En nu spelen we weer een nieuwe wedstrijd. En we gaan nu met Juventus spelen tegen Manchester United. En hopelijk kunnen we deze wedstrijd weer winnen. Op professioneel niveau zeg. Ja, we moeten er nog in komen natuurlijk in FIFA 17. Qua besturing is altijd toch nog een beetje anders. Allee, die spelers lopen anders, vind ik toch persoonlijk. Dus dan wordt het een avond. Oké, kom aan. Hier zijn de Mourinho. Ja, oké, laten we eraan beginnen. Higuain, kom aan en laat zien dat je geld waard zijn, hè, man. Oké, let's do this. When you look at Juventus these days, you tend to working hard just to see maybe a sight of goal.
Oh, de Ibrahimovic heeft al gescoord. Ah, nee, jongens, kom aan. Cedric, we zijn weer slecht bezig, jongen. Oh. Dus laat dan met het doelpunt. Ja, oké, okay, maakt niet uit. Dat is mooi gedaan. Oké, let's go. Now getting into attacking positions here, Juventus. Aflei, schieten. Ja, boom, voilà, het is al 1-1. Voilà, zo simpel is het. Ik zet nu een keer door en daar is Higuain al. Wie anders, de man van 90 miljoen, die gewoon binnenschiet. Boom. Daniel zet met een mooie actie naar Higuain en die weet al raad mee. Gewoon staalhard binnengeschoten door Higuain. De keeper heeft geen kans op deze prachtige uithaal. En Mourinho is al een beetje gefrustreerd. Oké, kom aan. Op naar meer. Dybala is weg hoor, Dybala is weg. Mooie ren van Dybala. Dybala, afwerken. Ah, Dybala, bijna met het schot. We krijgen een corner. Ah, ik kan dat echt nog niet, een corner stoppen. Iemand koppen? Ja, ah, bijna. Iemand? Ja, ja, daar is het doelpunt. Ja, ja, allee, kan toch corners aan goed trappen. Aha. Pjanic met het doelpunt. Mooie corner. En gewoon boom binnen. Ik heb zo het gevoel dat corners nu wat makkelijker zijn. Kijk eens, jepla. Voilà, ze staan aan binnen gekocht. Boom. Zo staan we 2-1 voor ze. Voilà. Pjanic met het doelpunt. Nog een nieuwkomer. Overgekomen van AS Roma, zoals je waarschijnlijk wel weet. Ja, Juventus heeft wel Morata laten gaan, maar ze hebben dan toch een paar inkopen gedaan, dus ja. Ah, die balla was er anders door. Ah, zeg, kom aan. Veel te vroeg afgefloten. Nee, zeg, liet mij die actie nog eens maken, joh. Ashley Young's in the mid, and he heads it for goal. Very well done with the inside of the head as well as the outside. Ah, en daar is dan toch de 3-2. Ah, lessen. Dat is dom weggegeven. Maar ja, maakt niet uit. We zijn al de 85ste minuut. Ze hebben nu nog een doelpuntje kunnen maken. Oh ja. Het is maar een begin, lessen. Het belangrijkste is dat we winnen. Oh, we gaan een keer een tegendoelpunt krijgen als het zo werkt. Hier, ik zal ze een keer gaan dribbelen. Oh jong. Coming forward with some danger. This might be it. Hopla, voilà, zei, hier is de 4-2. Voilà. Dus stil aan de overkant. Ja, ja. Wie heeft er gescoord? Ah, het is Sami Khedira. Ze. Ja, die pikt ook zijn doelpuntje nog eens mee. Mooie actie van Dybala. Rustig getikt. En voilà, simpel. Voilà. Goeie afwerking van Khedira. Van onze centraal verdedigende middenvelder. Mooi nog eens getoond in de vertraging. Ja, het was een mooi doelpunt. Voilà ze. En zo maken wij de 4-2. En is het afgelopen. Oh, en zo komen we aan het einde van deze wedstrijd, mensen. Ik hoop dat jullie van deze twee korte wedstrijdjes hebben genoten. Als jullie het leuk vonden, vergeet dan zeker niet om dat duimpje omhoog te doen. En dan zie ik jullie graag volgende keer terug voor weer nieuwe video's. Bye! They've settled into a system that they look comfortable with.